Mijn eerste gedachten zijn hoe kom ik uit deze gevangenis? Maar hun gebed is dan weer anders dan, dan wat je hier vanuit hier zou denken. Dus dat is ook wel weer heel bemoedigend dat ze zo krachtig zijn in hun geloof. Het aantal geweldsincidenten tegen christenen in Europa is het afgelopen jaar flink toegenomen. En waar het in 2019 nog ging om geen 500 incidenten, waren dat er in 2020 al bijna 1000. We hebben het dan bijvoorbeeld over geweld tegen gelovigen of incidenten bij kerken. Maar hoe vallen die cijfers nou eigenlijk te duiden? En is dat beeld buiten Europa ook zo sterk toegenomen? Open Doors werkt wereldwijd in 50 landen. En wat we daar zien, is dat uh, afgelopen jaar, of eigenlijk tussen september 2019 en oktober 2020. Dat er 4700 christenen vermoord zijn vanwege hun geloof. Dus dat is uh, pittig. Verkeren we in Europa nog in een luxe positie als christenen of onderschatten we dat? Ik denk dat het uh, te weinig bekend is nog in Europa. De OVC, dus de organisatie die zich daarvoor inzet. Uh, doet steeds beter zijn best om dit in beeld te krijgen. Dat is ook goed, want we moeten weten wat er aan de hand is. Uh, en daar kunnen we er ook echt wat aan doen. We moeten ook weten wat de oorzaken zijn van de toename. Dus waar komt dat geweld dan vandaan? Van wie komt dat vandaan? Door welke motieven is dat gedreven? Maar als we die oorzaken weten, kunnen we het ook beter bestrijden. Het gaat dus echt om antidiscriminatiewetten die veel breder in Europa toegepast zouden moeten worden. En vooral ook als je kijkt naar het totale aantal haatincidenten die er plaatsvinden, dan zie je dat de christenen daar uitspringen. Dus 25% van alle meldingen eh, betreft christenen. Dat is meer dan uh, de haat, uh, bedreigingen en uitingen naar moslims of naar, zelfs naar de Joodse gemeenschap. Antisemitisme, dramatisch ook. Maar dat dit zo hoog was tegenover christenen, ja, dat verbaast me dan toch wel. Vaak is het zo: waar de vervolging toeneemt, is het ook in die landen waar juist de kerk groeit. En waarom dat zo is? Nou ja, ik denk dat de Bijbel daar ook al over spreekt. Jezus zegt zelf in het Nieuwe Testament dat wie Jezus navolgt, die zal vervolging ondervinden. Dus in die zin ben ik ook niet zo heel verbaasd, uh, want uh, dat is al eeuwen oud en zelfs uh, in de Bijbel zelf uh, voorspeld. U heeft zich uh, tussen 2006 en 2021 als Kamerlid ingezet voor vervolgde christenen. Wat was al die jaren uw drijfveer? Ja, wat mij elke keer wel schokte en als ik ook de landen bezocht, zoals Pakistan, maar ook India, waren de verhalen van mensen die zeiden van ja, we deden niks kwaads, wij waren niet in opstand, we demonstreerden niet tegen een regime. Uh, wij waren geen oppositieleden. Het enige wat wij deden was ons geloof beleiden. En zelfs vaak ook nog eens een keer in de beslotenheid van een huiskamer. Zelfs daar, denk aan China. Uh, kan je bedreigd worden, kan je op worden gepakt, kan je in de gevangenis belanden. Uh, denk aan landen als Iran. Het feit dat je een Bijbel in huis zou hebben, uh, kan al een aanleiding zijn om je te arresteren. Wij proberen wereldwijd op een goede manier onderzoek te doen naar uh, de vrijheid van godsdienst en specifiek ook uh, hoe het gesteld is met de vrijheid van christenen. Uh, Iedere jaar brengen we een ranglijst uit om daarin ook goede trends uh, te signaleren, uh, zodat we daar op een goede manier uh, op kunnen inspelen. En wat doen wij uh, als Opendoors in die landen? Wij proberen uh, die kerken die juist in de frontlinie uh, christen proberen te zijn en uh, het evangelie te verspreiden, die proberen wij te supporten. U heeft zelf ongetwijfeld ook gesprekken gehad met mensen uh, die vervolgd zijn. Voelt u ook een verbondenheid als, als medegelovige? Ja, enorm. En uh, wat je dan probeert te doen is hen te bemoedigen door uh, bijvoorbeeld die Chinese dame die ik op een zondagochtend in een kerkdienst, informele kerkdienst, uh, sprak. Uh, toen ik haar vertelde dat wij in Europa, want in Nederland is dat natuurlijk dan natuurlijk nog wel weer een klein landje vergeleken met China, uh, voor de christenen in China baden, toen ze uh, ja, ze in tranen uit. Ze vond dat zo ontroerend dat christenen ver weg in Europa betrokken waren bij hun geloofsgenoten in China. Uh, dus dat is voor hun heel bemoedigend. En uh, tegelijkertijd uh, ja, kan ik weer heel veel leren van de christenen die vervolgd worden, die in de gevangenis hebben gezeten. net ook weer een boek gelezen van iemand uh, die in Soedan uh, anderhalf jaar in de gevangenis had gezeten en, gezegd, en zegt: van ja, maar. Als ik hier in de gevangenis toch mijn geloof mag uiten naar mijn medegevangenen, ja, wat, wat, dan heeft God daar een bestemming mee. En bid dan maar niet dat ik snel mogelijk uit de gevangenis kom, maar bid dan maar dat ik Gods liefde mag uiten hier bij die medegevangenen. Dus dat is ook alweer heel bemoedigend, dat ze zo krachtig zijn in hun geloof. Hier in Nederland voel ik me in een bevoorrechte positie. Ik heb zelf lang in andere landen ook gewerkt, in Azië. En uh, als ik me één ding opnieuw realiseer, en ook hier bij Opendoors, wij hebben hier alle vrijheid als kerk. We hebben uh, alle vrijheid om samen te komen. Niemand legt ons een strobreed in de weg. Mijn vraag en ook de vraag voor ons als Opendoors is: hoe gebruiken wij onze vrijheid hier om wereldwijd onze vervolgde broeders en zusters te ondersteunen? En dat vind ik een hartstikke mooie uitdaging. Wat doe jij om vervolgde christenen een hart onder de riem te steken? Laat het weten in de reacties en abonneer je op ons kanaal.